Wow, het regent vandaag sterren voor Claudia de Breij's solovoorstelling Nu. De NRC noemde haar een van de scherpste politieke cabaretières van onze tijd. Een terugkerende vraag in haar oeuvre is: hoe kun je als mens verzetten tegen de macht? Nou, dat vragen we haar. Welkom, Claudia de Breij. Wat dacht je vanmorgen toen je wakker werd? Kijk, daar staat het. Parapluutje kopen. Ja, ontzettend, hè? Nou, het gekke is, ik ben dus heel blij en ook wel trots. Maar toch is vooral, toen Saskia dat net zat te vertellen over dat stemmetje, wat, weet je wel, wat iets van vroeger is, wat je altijd hebt van, eigenlijk is wat ik doe heel slecht en ik val vast door de mand. Nee. Dus vooral dat dit, dat stemmetje het zwijgen oplegt. Ik bedoel, ik ben ook wel trots als een hond met 5 lullen. Ja. Maar het stemmetje zit er. Altijd, altijd. Maar ik denk dat stemmetje is ook een motor, hè? Dat stemmetje is ook waardoor je bij een volgende voorstelling weer denkt van, ja, waar? Maar is het stemmetje dan ook, oké, bij Trouw en bij de theaterkrant mis ik er nog één? Daar ga ik voor. Zit het zo ook? Nee, zo extreem is het ook. Zo inhalig wilde je niet zijn. Nou, maar toch een vezel van mij denkt dat eigenlijk wel. Als ik nou heel eerlijk ben, het is... kijk, die 5 sterren, het is heel dubbel. Want 5 sterren, ik heb ooit wel eens 5 sterren gehad bij mijn voorstelling. Dan had je er 1 en nu denk je, wow, 3 keer 5 sterren, niet normaal. Oh ja, zou 4 keer er ook nog in zitten? Zo tuurlijk, dat krijg je. Als mens, ja. Maar deze worden ook uitgedeeld, omdat mensen hebben gezien, er is iets met Claudia de Breij en activisme. Politiek geëngageerder, meer met het nieuws bezig, sinds de oudejaarsconferentie. Ja. Je hebt iets in jezelf ontdekt. Misschien omschrijf je dat als het leunstoelactivisme? Wat je misschien hebt? Het is wel. En wat is opgemerkt? Het bouwde wel al afgelopen jaren op. Ik denk dat ik daardoor de oudejaars ook kreeg, zeg maar. Omdat ik wel heel geëngageerd ben of heel erg met het nieuws bezig ben in wat ik maak. Maar na de oudejaars, het is zo raar, als je dat aan het doen bent, dan denk je een jaar lang, het doet ertoe wat ik van dingen vind. Is natuurlijk ook niet echt zo. Maar nou, als je weet van ik dat is dat stemmetje weer. Ja, precies, ja, inderdaad, de hele tijd. Hè, maar... En toen was het 1 januari. En toen dacht ik, oké. Nog steeds op de telefoon, nog steeds kijken, wat is er aan de hand en wat moeten we daar? Oh, dan moet ik iets van. Oh nee, toch niet. En ik was half januari eigenlijk knetterdepressief. En dacht, ja, maar je kunt helemaal niks. En de wereld werd alsmaar, weet je, er kwamen steeds meer mannen met een grote knop bij waar je bang voor moest zijn. Nou, dat wil ik zeggen, want je verwoordt dat ook vaak, dat je best wel bang bent voor de ontwikkelingen in de wereld. Ja. Dus leiders als Poetin, Kim Jong-un en Trump. Je bent bang dat ze aan die knop gaan zitten. Nou ja, daar dreigen ze ook heel efficiënt mee. Dus maar dat meen je toch niet serieus? Nee. Nee? Nee. Ik denk dat die knop er is, omdat dat een soort ding is. Nou ja, dat staat voor van alles. Maar ik denk niet dat Trump, Kim Jong-un of Poetin daarop gaan slaan. Ik word hier wel gelijk heel rustig van, maar ik denk dat niet. Nee, jij denkt dat het een reële kans is? Dan kan je dan theaterprogramma's over maken. Nou ja, een van de grappen die niet werkt, maar wel in de voorstelling nog steeds zit, is dat ik altijd rekening hou met dat de oorlog komt en dat je dan moet schuilen. En dat voel ik echt zo. En dat jij je afvraagt, als er oorlog komt en ik moet schuilen, nou, sta ik dan ook aan de goede kant? Ja, en dat is natuurlijk maar zeer de vraag. Waren wij goed in de oorlog? Ja. Dat is eigenlijk de essentie van wat je hier afvraagt. En vooral is, zullen wij, weet je wel, zijn wij goed tijdens het tweede interbellum? Dat is eigenlijk de vraag. Ja. Maar je hebt ook een paar voorbeelden van mensen dat je dan denkt, zo zou ik willen zijn. Ja, Gandhi komt voor in de voorstelling. En dat is omdat ik als klein meisje al... Mijn vader had daar heel veel boeken over om de een of andere reden. En mijn moeder heeft ze op een gegeven moment weggehaald omdat ik daar te klein voor was, vond ze. Maar ik vond dat heel interessant. Wat is hier gebeurd? Weet je? Dat iemand dan al zijn... Weet je, ik merkte ook, er zit heel veel over neoliberalisme in de voorstelling. Ik kwam steeds achter. Ik ben zelf ook zo neoliberaal als wat. En ik vind het ook fijn om aan de goede kant van de wereld te wonen en geld te verdienen. Maar dat je je kunt onthechten van alles. En dat is allemaal begonnen met Gandhi. Met Gandhi in de trein in Zuid-Afrika. Ik kwam vanuit India, werkte als advocaat. En er kwam een soort Rosa Parks verhaal. Een soort Rosa Parks. Wij weigerden om op te staan en zeiden, ik ben een zwarte man, ik blijf hier gewoon zitten. Een ander voorbeeld is meer recent en dat is Ronan Farrow. Even naar kijken. Do you think there's too much focus on the perpetrator is more than the victims in these cases? Yeah, I mean, one of the most common questions I get is like, what's Harvey Weinstein up to? Is he at a spa? Is he in sex rehab? And I'm like, I don't know. I'm not reporting on that. I'm trying to tell the stories of survivors who haven't been heard for decades, literally. Yeah. Thank you.
It was an overdue spotlight on the actual allegations and the people living through the hell of these stories, and I'd like to keep the spotlight there. Waarom zou je hem willen zijn? Nou, hem willen zijn. Nou, sowieso omdat ik denk dat hij de zoon van Frank Sinatra is. Dat is op zich wel heel gaaf. Mia Farrow zegt daar niks over. Nou, ja, maar ik bedoel, zet dit naast Woody Allen en zet dit naast Frank Sinatra. Dat is niet beside the point, maar wel leuk om naar te kijken. Dat gezegd. Nou, hem willen zijn, dat is natuurlijk een beetje overdreven. Maar wat ik heel hoopgevend vind aan zo'n vent als Ronan Farrow is dat we zijn nu heel erg bezig met als homo's activistisch zijn voor homo's en anti-Zwarte Piet-activisten voor een groep gekleurde Nederlanders. Maar uiteindelijk is hij zo te gek, omdat je hebt iemand nodig aan de andere kant van de streep die zegt, het gaat ons allemaal aan. Ja, maar dat is ook juist het probleem. Dat je iemand nodig hebt blijkbaar aan die andere kant van de streep. Ja, maar anders was slavernij ook nooit afgeschaft. Er moet iemand denken, hé, ik zit in een systeem wat niet oké is. Wat dan weer een witte man is toevallig. Wat dan weer een witte man is, ja. Maar ik denk dat het allemaal nodig is. Boeken van de hand van Saskia Noord. Witte mannen die het boek van Saskia Noord lezen. Of Ronan Farrow, waarvan nog de vraag is of de zoon is van Frank Sinatra. Maar dat doet er even niet toe. En geëngageerd cabaret. En ik wil je van harte feliciteren met die enorme sterrenregen. Dank je wel. Geweldig. De voorstelling nu van Claudia de Breij is nog tot juni 2019 te zien in de theaters voor het hele land.